ze om geld gaan, dan ik vind het echt verschrikkelijk dat die jongen zo heeft gedaan, iemand hebben vermoord. De drie jongeren die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van een 15-jarige Wincy uit Arnhem stonden vandaag voor het eerst voor de rechter. Poging tot doodslag na een vechtpartij in het amateurvoetbal in Harderwijk. Ja, ik moet geld. Ik heb een mes. Ik maak geen geintjes. Ik zeg, nou echt niet, je krijgt van mij helemaal niks. En een bedankje voor de stratenmaker die hielp een overvaller te overmeesteren. Goedenavond, dinsdag 17 april. Dit is het nieuws. De moord op de 15-jarige Wincy uit Arnhem wordt openbaar behandeld. En dat heeft de rechter vandaag besloten. Dat is opmerkelijk omdat de drie verdachten minderjarig zijn. Vandaag moesten ze voor het eerst voor de rechter verschijnen. Wincy werd 3 maanden geleden thuis neergestoken. En ook haar vader raakte daarbij gewond. Een litteken op zijn gezicht en hij heeft nog altijd last van zijn handen. Maar het pijnlijkste is de herinnering aan zijn mooie dochter Wincy. Ook de piano. Zij kan ook sommige liedjes goed spelen, sommige liedjes niet. Maar die klinken dat nog steeds in je hoofd. Wincy had ruzie met haar beste vriendin en dat escaleerde op Facebook. Zij en haar vriendje stuurden een jongen van destijds 14 jaar op Wincy af. Hij had een mes bij zich. Het gerucht gaat dat hij betaald is. Als het om geld gaat, dan ik vind het echt verschrikkelijk dat die jongen zo heeft gedaan, iemand hebben vermoord. Dan vraag ik mij ook af, is dat hij van tevoren weet dat hij hoogste straf van 1 jaar is. Normaal gesproken zijn rechtszaken van minderjarigen achter gesloten deuren. Maar in dit geval gaat de behandeling in de openbaarheid plaatsvinden. De rechtbank heeft een uitzondering gemaakt op het uitgangspunt dat minderjarige verdachten achter gesloten deuren worden berecht. Omdat het gaat om een ernstige zaak, het gaat om een uitzonderlijke zaak. En het gaat ook om een zaak die grote impact heeft gehad. Niet alleen op de familie van Wincy, maar ook op de samenleving als geheel. En ook vandaag was een deel van de zitting al openbaar. Zo verklaarde de advocaat van het vriendinnetje van Wincy dat het meisje van niets wist en nooit opdracht heeft gegeven tot moord. En dat haar vriendje over heel veel geld beschikte. Het meisje zelf zat er in tranen bij en zweeg. De vader van Wincy treedt in de openbaarheid omdat hij andere ouders wil waarschuwen voor social media. Hij hoopt dat ouders het wachtwoord aan hun kinderen gaan vragen. Ze in de gaten houden. Dat scholen kinderen beter gaan voorlichten. Dan dat een ruzie op Facebook tussen twee vriendinnen zo escaleert, dat snapt meneer Hou nog steeds niet. Hoe groter dat die probleem is, hoe lelijk dat die woord is, dat valt het ook wel te praten. Vooral dat onze ouders, zeg maar, beide kanten van hun ouders en Wincy's ouders, dat kennen elkaar. Dan kan het toch even praten. Op 16 juni gaat de zaak verder. En een uitgebreid interview met de vader van Wincy wordt morgen uitgezonden in het programma In Gelderland. Poging tot doodslag, dat is wat een 22-jarige amateurvoetballer ten laste wordt gelegd. De speler zou tijdens een wedstrijd tussen DOS Kampen en Zwart-Wit 63 uit Harderwijk zijn tegenstander ernstig mishandeld hebben. De voetballer van Zwart-Wit 63 werd in het gezicht geschopt, waarbij hij beide oogkassen, zijn neus en zijn kaak op 2 plaatsen brak. Het gezicht van het slachtoffer is in het ziekenhuis met 5 metalen platen gestut. Hij mocht vandaag het ziekenhuis verlaten, maar zal later weer geopereerd worden. En de speler van DOS Kampen, die als dader wordt gezien, blijft in ieder geval nog zeker 10 dagen vastzitten in afwachting van het onderzoek. Geen bosbloemen, maar heel toepasselijk een taart. Want een heldendaad verdient een beloning. Dat vinden Hetty en Wim Zandstra uit Apeldoorn. Gisteren werd hun bakkerswinkel overvallen. De overvaller ging er zonder buit vandoor en kon gepakt worden door de bakker zelf en een alerte stratenmaker. En dat is wel een bedankje waard. En daarom werd stratenmaker Brian vanmiddag verrast. Weten jullie waar Brian is? Achter het huisje. Zelf zijn ze nog maar net bijgekomen van de schrik. Toch vinden Hetty en Wim het nodig om de onverschrokken stratenmaker in het zonnetje te zetten. Hoi. Bagger. Hey, bedankt. Top. Hey, hartstikke bedankt. Hè. Geen dank. Geen dank. Doodgeschrokken. Hebben we het gedaan voor je? Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat een geweldig. Alsjeblieft. Kan je van genieten. Ja, het meeste wat we konden doen. Beetje uitgedeeld. Hartstikke mooi. Een grote verrassing dit? Dit is een mooie verrassing. Dat ik ervoor wordt beloond, zeg maar. Ja. Al 33 jaar lang hebben Hetty en Wim de bakkerij. Nee, ja. Nee, dat schrik wel eventjes. Ja, hè?
blijft ook wel even. Ja, zo, blijft natuurlijk. Als iemand binnenkomt, dan kijk je echt. Dan op, kijk je extra wat van, is dat? Ja. Ja. Nog nooit hebben ze zoiets meegemaakt als gisteren. Een man komt binnen en bedreigt Hattie met een mes en eist geld. Ik denk, ja dag, volgende keer, ik sta hier de tandjes te werken, ga er zelf maar wat voor doen. Het is makkelijk als je het even op kan halen. Ik bedoel, brood koop je bij de bakker, maar geld bij de bank neem ik aan. De man rent weg, maar Wim aarzelt geen moment en gaat erachteraan. Met behulp van een stratenmaker wordt de overvaller gepakt. De heldhaftige actie blijft niet onopgemerkt door klanten en buren van de bakker. Ja, dat is heel knap, ja. Ja, dat neem ik mijn petje vooraf. En ook stratenmaker Brian wordt alom geprezen. Ik heb genoeg reacties gehad qua collega's en mooi. Ondanks de waarschuwing van politie en ook belangenorganisatie van middenstanders om vooral niet het heft in eigen hand te nemen, komt het zo nu en dan voor dat een winkelier zelf de overvaller verjaagt. En dat komt nogal ludiek over. Daar sta je dan met een wapen in je hand in een Rotterdams café. Niemand van de gasten kijkt naar hem om. Sterker nog, hij krijgt zelfs een schouderklop van een van de mensen. De overvaller gaat dan maar dreigend over de bar heen hangen, maar nog steeds let niemand op hem. De caféhouder is het dan onderhand al zat dat gezwaai met de pistool. Toen ook zoiets van, dan moet je wegwezen. Dus ik loop naar hem toe en hij richt nog een pistool op me. Maar ik had zoiets van, je moet gewoon de zaak uit. Vervolgens zetten alle stamgasten de achtervolging in en overmeesteren de overvaller. In Zaltbommel greep de baas van een blokkerwinkel zelf in en niet al te zachtzinnig. Ik ben erin gedoken. Ik heb er een vol geraakt met mijn schoen op zijn gezicht. En dan heb je nog de overvaller die zich als een kleine jongen laat wegsturen uit de winkel. Hier gebeurt dat in Utrecht. Let wel, de overvaller heeft een wapen in zijn hand. De politie waardeert het gedrag van de winkeliers, maar juicht het verzet zeker niet toe. Ondernemers krijgen steeds vaker trainingen hoe om te gaan met deze zaken. Vaak leren ze het raakprincipe. Dat betekent de R van rustig blijven, A, aanvaard de overval, weer een A, geef het geld af en dan goed kijken naar de overvaller, naar zijn signalement. En dat er soms goed mis kan gaan, bewijst de overval wel op juwelier Kamerbeek in Nijmegen. De juwelier kwam in gevecht met zijn overvallers en liep door een val een dwarslesie op. Kamerbeek is nu invalide. De bewoners van Middelveld in Druten zijn het zat. Er ligt een grote hoop grof huisvuil in de voortuin van een van de woningen in de straat. Het vuil zat volgens de bewoners eerst in een grote container. De bewoners van het pand zijn inmiddels vertrokken en sinds een week de container ook. Maar dan wel zonder het afval. Als alles op een hoop ligt, dan is het ook niet fijn om te zien als je er schuin tegenover woont. Want het stinkt ook heel erg en al die dingen. Het was niet de eerste lading vuil die volgens de buurt uit de woning werd gehaald. De buurt vermoedt dat de containerverhuurder niet betaald heeft gekregen. Mogelijk daarom gebeurde er iets opmerkelijks met de tweede container. Die werd omgekieperd. Dit is gewoon belachelijk natuurlijk. Het schijnt eerst weggereden te zijn en 5 minuten later zijn ze teruggekomen. Het is de chauffeur teruggestuurd. En die moest het hier weer storten voor zijn baas. Ja. De woningstichting heeft toegezegd om donderdag in te grijpen als de voormalige bewoner geen actie onderneemt. Maar dat vinden de bewoners niet snel genoeg. De kinderen die erin spelen natuurlijk. En die moeten maar binnen blijven, zeggen ze van de woningstichting. Dus ja, mijn kind kan nog een paar dagen lang binnen blijven. Maar is dat erg? Ja, vind ik wel. Ja, buitenspelen is beter dan binnenzitten. Milieupolitie is er gisteren ook bij geweest om even te kijken of er bijzondere zaken waren. Dat was niet het geval. Er was geen direct gevaar voor veiligheid of hygiëne of wat dan ook. Ik weet het niet, maar als je s'avonds met een zaklamp naar buiten schijnt en je ziet van die kleine oogjes ertussenuit, dan is het niet echt prettig gezien. Wat zijn dat voor oogjes dan? Nou, ratjes. Maar het kan ook iets anders geweest zijn natuurlijk. De eigenaar van de vuilcontainer wilde niet reageren. Maar toen we vanmiddag aanklopten bij de woningbouwvereniging, hadden die plotseling goed nieuws. Inmiddels is helder geworden dat betrokkenen vandaag de afvalverwerker of afvalafvoerder betaald hebben. En die heeft toegezegd om uiterlijk eind van de middag te beginnen met het opruimen van de rommel, zodat het zal worden afgevoerd. Die zal er dan nog steeds een hoop werk aan hebben. Doordat hij de zwaarste marathon ter wereld liep, kunnen nu heel veel kinderen een verjaardagsfeestje vieren. Zometeen meer. Helemaal veilig. We zijn zo veilig dat er bijna vliegtuigen niet meer binnen kunnen vallen. Zwembad De Plons in Beuningen is sinds vandaag weer open. Het bad werd een kleine 3 weken geleden gesloten, omdat er te veel technische gebreken waren. De exploitant heeft aanpassingen gedaan en volgens de gemeente kan er weer veilig gezwommen worden. Vanaf volgende week kunnen patiënten van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen hun eigen medische dossier inzien op internet.
Het ziekenhuis is het eerste van Nederland dat met de patiëntendossiers online gaat. Patiënten kunnen onder meer hun afspraken, uitslagen en onderzoeken bekijken. Vitesse neemt aan het eind van dit seizoen afscheid van middenvelder Stanley Abora. De Ghanese wees een nieuwe aanbieding van de Arnhemse club af, waarop Vitesse besloot het contract voor de middenvelder niet meer te verlengen. Een 78-jarige man is vanmiddag op de Ruurloze weg bij Borculo zwaar gewond geraakt na een botsing met een auto. De man wilde de voorrangsweg oversteken. Kennelijk heeft hij daarbij de auto over het hoofd gezien. Het slachtoffer is met botbreuken en hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Zo'n 600 Apeldoornse ambtenaren hebben vandaag een uur actie gevoerd in het gemeentehuis. Van de 1400 ambtenaren in Apeldoorn moeten er 250 verdwijnen vanwege bezuinigingen. De vakbonden willen dat iedereen binnenboord blijft, desnoods via omscholing. Minister Leers heeft vandaag de Tweede Kamer in een vertrouwelijke brief geïnformeerd over de zelfmoord van de Culemborgse asielzoeker. De man uit Burundi beroofde zich vorige week van het leven. Het is nog steeds onduidelijk of zijn twee kinderen in Nederland mogen blijven. Hardloper Mario Penze uit Wolfezen is terug in Nederland. In Marokko heeft hij de zwaarste hardloopwedstrijd van de wereld volbracht, de Marathon des Sables. Mario was een van de vijf Nederlanders die deelnam aan de zwaarste voettocht van de wereld. 247 kilometer heeft hij afgelegd in 7 dagen tijd. De voettocht in Marokko is zo extreem dat iedere deelnemer afziet. En hier zie je Mario met plezier lopen in de Sahara. En pijn lijden, dat hoort er gewoon bij. Ja, het was heel extreem. We hebben temperaturen meegemaakt van 51 graden. Ik heb op één dag alleen al 30 kilometer zandduinen meegemaakt. Ik heb lopende wrakken gezien, mensen zien uitvallen en omvallen. Het is echt heel apart geweest. En ik heb ook op mezelf ingeteerd, zo zwaar was het. Dus je ziet dat je elke dag ook gewoon slijt. Hier zie je op zijn foto's dat zijn lichaam flink wat kreeg te verduren. 7 dagen lang. Zijn vrouw hoopte dan ook maar op één ding. Als hij het maar overleeft, dat is het allerbelangrijkst. En Mario overleeft de extreme woestijntocht en met gemak lijkt. Zo zagen zijn voeten eruit vlak na de race. En nu? Ja, nu langzamerhand aan het herstellen. Het was erger dan dat het nu is. Maar het had veel erger gekund als ik kijk naar de mensen waarmee ik in de tent zat. Dit is een voet van zijn tentmaatje die er zwaar aan toe was. Waarom kwel je jezelf zo, zou je denken? Ja, want je krijgt ook heel veel voor terug. Ik heb echt een week vol avonturen. Ik heb prachtige natuur gezien. Ik heb heel veel verschillende mensen gesproken. En ik heb een prachtige wandeltocht achter de rug. Dus ja, het is absoluut leuk. Ja. En dit is uiteindelijk waar, als tastbaar bewijs van een week lang de zwaarste hardloopwedstrijd in de wereld kunnen doen. En bij de finish heb ik de Nederlandse klompen gedragen. Om toch maar te laten zien dat je Nederlander bent tussen al die andere nationaliteiten. Het is een feestje in Wolfezen. De slingers hangen in de keuken. Mario ondernam deze hachelijke expeditie niet alleen voor zichzelf. Hij haalt ook geld binnen voor Stichting De Jaargiop. En Mario heeft tot nu toe ruim 7000 euro binnengehaald. En dat bedrag is goed voor heel veel kinderfeestjes. Arme kinderen kunnen zo hun verjaardag vieren met taart en slingers. Bokschotel. Niet met kip, maar met lekkere, knapperige sprinkhanen. Of een smakelijke, hartige taart met meelwormpjes. 80% van de wereldbevolking eet insecten. Nu wij nog. En daarom is een speciaal insectenkookboek gemaakt. Dit is hem echt, de grootste sprinkhanentaart ter wereld. En dat allemaal om een insectenkookboek aan te prijzen. Gebarbecueerde keverlarven, sprinkhanensalade of gefrituurde libellenlarven. Niet bij iedereen loopt het water hierbij in de mond. Maar volgens de schrijvers van het insectenkookboek moeten we met z'n allen wel insecten gaan eten. Ik vind dat we eigenlijk ook al moeten beginnen met minder vlees te gaan eten. En een dag in de week insecten op het menu. Kijk eens. Want als de mensheid zo hard blijft groeien als verwacht, dan kunnen we in de toekomst niet langer vlees blijven eten, zeggen ze hier. Daarmee trekken ze zelfs de aandacht van de wereldwijde media. Scientists at the University of Wageningen say insects are an environmentally friendly way of feeding the world. Fijn hoor, zo'n kookboek, maar hoe bereid je nou iets lekkers met bijvoorbeeld sprinkhanen? Daar weten ze in de keuken van de koksopleiding van het ROC Rijn IJssel College in Wageningen wel wat van. Ik ben sprinkhanen aan het pellen.
Want die sprinkhanen die hebben, zoals u wellicht weet, vleugeltjes en pootjes. Ja, want die blijven altijd tussen de tanden hangen, hè? Die blijven lekker tussen je tanden plakken en het is niet prettig. Oké, wil je dat eentje eten? Of ja, dat eentje. Geen probleem, hè? Ja, het is heel knapperig eigenlijk. Wat ik dan denk, ook sprinkhanen moeten darmen hebben. Die inhoud, die zit er ook in, hè? Ja, dat eet ik nou ook al. En zo ziet hij er dan uit. De meelwormen- en sprinkhanenpizza. Prachtig. Goed voor tafel 3. Wilt u zelf gepofte mieren, gebraden wespen of gefrituurde boktoren eten? U kunt ze vanaf nu ook zelf klaarmaken met dit kookboek in de hand. Ja, nu wij nog eten van sprinkhanen. Voor het weer gaan we naar Wageningen, naar Dennis Wild. Het is de komende dagen wisselvallig weer in Gelderland. Vandaag bleef het nog geruime tijd droog. Maar de wolken namen wel toe. Eerst in de hogere regionen van de atmosfeer, waardoor dit soort haloverschijnselen zichtbaar werden. De verstrooiing van het zonlicht door de ijskristallen in de wolken. Een bijzon noemen we het. Die wolken werden dikker vanuit het westen en toen ging het ook regenen aan het eind van de ochtend als eerste langs de kust. Nou, die neerslag verplaatste zich langzaam naar het oosten toe en vanavond is het dan overal nat in Gelderland. De dikke wolken trekken over. Vanuit het westen wordt het ook langzaam wel weer droger, hoor, in de loop van de avond. En de laatste neerslag die verplaatst zich over de oostgrens richting Duitsland aan het begin van de nacht. Daarachter een paar opklaringen, maar ook een aantal buien. En temperaturen die niet meer zo ver dalen. Het wordt niet meer zo koud als afgelopen nacht, toen het op uitgebreide schaal vroor. De laagste temperaturen rond de graad of 4 bij een doorstaande zuidelijke wind. Morgen weer veel wolken die overtrekken en ook een aantal buien. Het worden er meer in de loop van de dag. Stevige exemplaren soms, flink wat regen in korte tijd en soms ook wat hagel of zelfs een klap onweer. Wisselvallig weer dus morgen met een beetje ruimte voor de zon, maar veel zal het niet zijn. En temperaturen die ietsje hoger uitpakken dan vandaag, rond de graad of 12, vanwege die zuidelijke wind die wat zachtere lucht aanvoert. Nou, dat soort temperaturen houden we de komende dagen met iedere dag wel een paar buien, een beetje zon, steeds meer zo richting het weekend en temperaturen 's nachts ruim boven nul. En dit heeft u in de uitzending gezien. De vader van het vermoorde meisje Wincy uit Arnhem snapt niet dat de dader maximaal 1 jaar cel kan krijgen. En een speciale taart voor Brian, de stratenmaker, hielp gisteren een bakker om een overvaller te overmeesteren. Meer nieuws, dat vindt u op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.